Bos, water, zon. Wat willen we nou nog meer hebben om hier te kunnen vertoeven? Schitterende woningen die hier gebouwd gaan worden. Heel veel ruimte eromheen. Centraal gelegen in Nederland. En een architect die zijn weergaan niet kent, Jan de Boefie. Ja, we varen hier zoals een beetje al tegen het najaar in Hardewold. En het mooie daarvan is dat je een omgeving hebt met water, bos. Vandaag ook zon. We krijgen in Nederland steeds mooier weer. En wat heb ik geprobeerd te creëren? Dat zijn drie huizen waar iedereen van droomt. Een huis waarbij je hebt een veranda, waar je binnen kan zitten, buiten kan zitten. Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker dat binnen en buiten één verhaal wordt. En dat het een sfeer heeft van eigenlijk een echte woning. Een woning waar je alles in hebt. Open keuken. Het is tegenwoordig het allerleukste wat er is als je met elkaar, met gezinnen in een huis komt. Dat je dan een open ruimte hebt. En vanuit die veranda ook die verbinding met het water. Ieder huis heeft een aanlegstijger. Je kan hier ook varen naar het Veluwemeer. Als je doorvaart zelfs het IJsselmeer. Drie type huizen heb ik ontworpen. Het eerste huis dat heet Zon. Komt nu prachtig uit. Maar dat heeft veel ruimte. Dat is een huis met twee verdiepingen. Waarbij beneden eigenlijk alles open is. En dan met een verbinding met de slaapkamers boven. Wat ik bijzonder aan dat huis vind, dat er een enorm entree is. Je hebt echt het gevoel, ik kom mijn eigen villa in. Dat is heel belangrijk. Het tweede huis, dat heet Villa Water. Dat is eigenlijk een hele moderne vormgeving. Maar vroeger werden er dus al bungalows gebouwd in Amerika. Die eigenlijk deze sfeer hadden. Veel glas, veel naar buiten toe. Dus dat juist dat binnen-buiten heel sterk speelt. Heeft ook twee verdiepingen. En je kan het heel mooi inrichten. Dat ook het terras bijna hetzelfde uitstraling heeft als binnen. We willen juist voor zo'n tweede huis echt het nu met die natuur één maken. En daar is dat huis heel geschikt voor. De Villa Bos heeft mijn voorkeur. Ik heb heel veel huizen gebouwd in Zuid-Amerika en op de eilanden. Bouwde men veranda's. En veranda's waren niet alleen voor de zon tegen te houden, maar ook om de dauw en de regen tegen te houden. Waardoor je dus eigenlijk binnen en buiten veel bruikbaarder maakt. En deze Villa Bos heeft dat heel sterk in zich. Er zit een veranda van bijna 3 meter aan. Waardoor je buiten kan eten, buiten lekker kan zitten. En dat ook die zon ook weer naar binnen komt. Nou, u ziet zelf hoe ik nu geniet. Het water, het bos. Maar wat ook heel uniek is, die enorme grote golfbaan die hier is. Dat ligt absoluut tegen alle huizen aan. Dus je bent op loopafstand bij de golfbanen. Zie hier, hier staan ze, onze schitterende 3 modelwoningen. Waar we heel trots op zijn en waar we u in mee willen laten delen. Ik ben trots op wat hier gebouwd is. We zijn ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen met elkaar, de projectontwikkelaar en ons bureau. En de opdracht was om vakantiewoningen te bouwen. En onmiddellijk kreeg ik een klik toen ik hier op het terrein kwam.
We gaan geen vakantiewoningen bouwen, we gaan woningen bouwen. Een woning met 3 slaapkamers, 3 badkamers. Dus kwaliteit. De keuzes voor interieurs, daar bent u natuurlijk helemaal vrij in. We hebben alleen voorbeelden gegeven voor buitenwonen en binnenwonen. U bent hier in Zeewolde. De jongste gemeente van Nederland, 25 jaar jong. En we hebben heel veel voorzieningen. En als je daar een plus op wil geven, dan is het goed om een project te hebben als hier Harderwold. Waar mensen die plus ook graag willen hebben. De plus is onder andere fantastisch mooie woningen. En u zit midden in Nederland. Zeewolde is het middelpunt van Nederland. En ja, ik kan alleen maar adviseren als burgemeester van deze gemeente. Kom naar Zeewolde om daar te recreëren. En kijk dan ook eens even naar wat wij hier allemaal voor u te bieden hebben. Iets. Zie ik eruit als kok? Nee, hè? Nee. Nou, dit kan ik wel. Zo simpel. Heeft u boven ook gekeken? Nee, zo simpel was het. Moet u wel even doen, hoor. Dat is echt... Alles heeft een nog landelijke sfeer. En ik denk dat dat deze plek uniek maakt om uit dat drukke Nederland plekje voor jezelf te hebben waar je thuis voelt. En ik heb geprobeerd dat voor u te creëren.